Goed, inmiddels is onze chef Boeken aangeschoven. Ja. En die vragen we dan altijd om zich in u te verdiepen, in de gast. En een boek mee te nemen die toch bij deze uitzending en bij de gast past. Aansluit bij het gesprek wat jullie hebben gehad. Ja, ik heb meegenomen deze week van Erwin Mortier, Vlaamse schrijver, zijn laatste boek. En dat heet Gestameld Liedboek. Waarom heb ik het meegenomen? Het gaat ook over ziekte. Het gaat alleen niet over virologische ziekte, waar jullie het al over hebben gehad, maar het gaat in dit geval over Alzheimer. Want hij heeft dit boek geschreven en het is eigenlijk een tribuut aan zijn moeder. Een eerbetoon aan zijn moeder die Alzheimer kreeg. En daar heeft hij dit boekje over geschreven. En nou kennen we Erwin Mortier van bijvoorbeeld Godenslaap. Een boek waar hij ook prijs mee heeft gewonnen. En daarin is het echt een schrijver waar de zinnen over de bladzijde heen rollen. Dat zijn prachtige, hele lange poëtische zinnen. Soms bijna een hele bladzijde. Bijna niet te lezen. Bijna niet te lezen. Soms is het ook heel overdreven. Maar hij heeft in dit boek heeft hij het eigenlijk heel anders aangepakt. De woorden hebben dezelfde kracht. Want hij weet woorden heel goed te hanteren. Het is bijna poëzie. Alleen, je kan ook wel zien als je het boekje openslaat. Het zijn hele kleine, korte stukjes. En die staan ook eigenlijk een beetje op dat verbrokkelde denken van zijn moeder. Dus hele korte invallen en brokjes, fragmenten heeft hij opgeschreven in dat ziekteproces van zijn moeder. Maar waarom past het goed bij de gast? Nou, kijk, hij beschrijft het proces heel teder bijna. Het is een heel persoonlijk mooi portret geworden van zijn moeder en ook zijn eigen ervaring. Hè? Hoe die zijn moeder achteruit ziet gaan. En dat begint met zijn moeder begint hem af te stoffen omdat ze denkt dat hij een meubel is. Dat is nog het begin. Maar dan op een gegeven moment dan smeert ze tandpasta op haar gezicht. Dat ze denkt dat gezichtscreme is. En dan gaat het steeds verder. En de verbijstering die bij hem toeslaat, die merk je ook. Hè? Het boek heet Gestameld Liedboek. Nou, dat is ook het stamelen niet alleen van zijn moeder, maar ook het stamelen van hemzelf, dat hij dus hier helemaal geen weerwoord op heeft. Nee, het is een dramatische gebeurtenis. Precies. Dat weet iedereen die daar in zijn omgeving mee te maken heeft. Arts of wetenschapper kan er iets mee. En op een gegeven moment beschrijft hij dat ook heel erg mooi. En ik wil dat stukje ook even voorlezen, omdat het zo mooi aansluit bij wat jullie nu net hebben het over hebben gehad, over dat bijvoorbeeld Merkel zegt, ik weet het niet. Nou, hij beschrijft, we hebben besloten haar niet om de zoveel tijd intensief te laten onderzoeken. De huisarts houdt haar toestand in het oog en als zich complicaties voordoen kan ze altijd naar het ziekenhuis. Wat voor zin heeft het haar elke 3 of 4 maanden onder een scanner te duwen? Haar aan de gruwel van een ruggenprik onderwerpen om te weten te komen wat we eigenlijk al weten, dat de stoffen die haar ziek maken niet weggaan, integendeel, het zou alleen maar van sadisme getuigen. Ze krijgt ook geen pillen die de aftakeling van haar zenuwstelsel zogezegd vertragen, want dat doen die pillen niet. Het zijn bolletjes magie, meer niet. Dokters zijn voor ons geen genezers, maar tolken. Wat wij in gewone woorden weten, vertalen zij in begrippen met Grieks-Latijnse oorsprong. Laat de filologie voor wat ze is. Ik hou van dokters die het ook niet allemaal weten en dat in zoveel woorden zeggen. Ze bestaan, maar ze worden zeldzamer. Ja, ik vond dat heel erg mooi. Dus toegeven dat je het ook niet allemaal weet, net als Merkel, waar we het eerder over hadden. Ja, wat een... voor mensen natuurlijk heel erg moeilijk is als je dat zegt. Niet iedereen kan daar tegen natuurlijk. Hè? Maar je wil natuurlijk ook heel vaak horen van een dokter hoe het zit. Ja, en je wil graag een oplossing. Ja. Maar in dit geval, hij is heel realistisch en hij ziet dat dat gewoon niet mogelijk is. Dus hij heeft liever niet een schijnvertoning van artsen die wel beweren hoe het moet of hoe je het beter kan doen. Hij heeft gewoon liever iemand die zegt, ik weet het ook niet. Of ik kan hier geen... Of middelen aanbieden die niet werken, waar je wel een hoop geld aan gaat uitgeven. Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Ja. En hoe het toen in de toekomst gaat met Alzheimer weet je natuurlijk niet, want het zijn natuurlijk... een van die vele neurologische aandoeningen waarvan je hoopt dat er op een gegeven moment toch meer duidelijkheid en meer kennis over komt en dat je er ook iets mee kunt. Maar is het in het algemeen zo dat wij te veel verwachten van dokters? Ook waar we het eerder over hadden met die veiligheid die we van iedereen verwachten en die beheersbaarheid, verwachten we dat ook van artsen? Die moet mij beter maken. Ja, maar dat verwachten we natuurlijk ook. Wij willen allemaal gezond zijn en we willen allemaal beter worden. Dus dat is ook een volstrekt normaal, zou ik zeggen. Ik zou het echt heel vreemd vinden als iemand dat niet had. Maar het is wel onterecht. Nou ja, het lastige is dat je dat van een dokter niet altijd kunt verwachten. En dat als hij of zij, ik denk dat de tendens, als ik het vergelijk met toen ik studeerde, toen werden heel veel dingen gewoon niet gezegd, werden verzwegen. En dan werd er niet gezegd of je iets had en de patiënt wilde ook niet weten. Terwijl nu merk je natuurlijk dat die tendens echt anders is en dat heel veel mensen iets wel willen weten, daarna het toch wel heel erg moeilijk hebben. Maar dat is wel een onderdeel van het leven. Een dokter is niet anders dan...
Ja, hij kan het je vertellen, maar als je er echt niks aan kan doen, dan is dat zo. Ja. Ja. Het gaat ook om aanvaarden. Dat is eigenlijk waar dit boekje ook over gaat. Aanvaarden dat het is. Ja. Maar de dokter mag daar wel een rol bij. Kan daar natuurlijk wel een rol. En dat misschien gebeurt... een meer empathische rol in plaats van een... absoluut. En dat gebeurt natuurlijk te weinig in de geneeskunde. Omdat we zo ontzettend gespecialiseerd zijn, zie je natuurlijk dat de patiënt daarachter een beetje verloren gaat. En dat is natuurlijk echt de rol van de huisarts. Die ook ontzettend centraal is natuurlijk voor ons allemaal. Ja. Ja, maar goed, misschien zijn de verwachtingen ook te hoog gespannen. Ja, wat ik al zeg, we willen allemaal gezond zijn en we willen lang leven. Dus dat is dat te hoog gespannen. Maar misschien moeten we, wat jij zegt, aanvaarden. Misschien moeten we dus ook, waar we het eerder over hadden, die risico's die er zijn in het leven. Ja, die zijn er. Moeten we eens ophouden met heel oud willen worden of geen terroristische aanslagen willen. Of, nee, ik denk niet dat we daarmee moeten ophouden. Maar ik denk wel, je hebt zo'n ziekte als Alzheimer. Is natuurlijk zo, daar is echt niks aan te doen. En dat is natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, het is niet alleen voor de persoon zelf verschrikkelijk, maar het is natuurlijk ook voor degene met wie hij of zij leeft heel erg moeilijk. En vaak te lang dat men daarmee doorgaat. Ja, dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. En dat je dat liever niet wil dat je dat overkomt, lijkt mij ook, dat snap ik ook heel goed. Ja, dat natuurlijk. Maar als ik zeg maar de afgelopen uur qua toekomstvisie moet samenvatten, dan kom ik bij dat we eerlijker moeten zijn over onze machteloosheid. Beter moeten communiceren. Ja. Duidelijk moeten maken dat de wetenschap ook niet de waarheid in pacht heeft, maar zijn best doet. Ja, en beter moet uitleggen en daar veel meer energie in moet steken. En ook niet arrogant mag zijn, dat had ik ook nog gezegd. Hè? Ook nog arrogant. Ja. Niet meer arrogant. Niet meer arrogant moet zijn. Dus niet meer die ouderwetse huisarts. Nee, maar ook niet dat iedereen zich uitspreekt over alles en roept, ik heb er ook verstand van. Dan denk ik, ja. Ja, komt er een nieuwe generatie wetenschappers aan die dat beter kunnen? Ik denk het wel. Ik denk dat er meer dan vroeger naar buiten wordt gebracht. Goede wetenschapsjournalist. Maar ik denk dat er ook een generatie nu opgroeit die natuurlijk altijd met internet geleefd heeft. Ja. En die daar ook veel meer begrijpt wat daar de waarde van is. Dat hoop ik tenminste. Zodat dat ook op een gegeven moment op een andere manier naar informatie kijken is. En dat zal, hoop ik, helpen. Ja, dus toch maar met pensioen gaan we. Nou, dat hoeft nog niet hoor. Voor mij. Nee hoor, dat is een grapje. Ja. Dankjewel voor dit uur. Michael, geef je. Nou, dat is erg leuk. Ik had erover gelezen. Dus, dankjewel, Michael. Broek Coutinho, bedankt. En dit was Oba Live voor vandaag. Tot volgende week.